laten vandaag zien dat in dit land de kinderrechten perfect geregeld zijn. Straks komt onze verslaggever Nieuw met een mooie reportage. Nieuw, ben je daar? Hoi Azra en Dila, vandaag gaan we laten zien hoe alle kinderrechten perfect zijn geregeld in dit kleine landje. Zomaar een willekeurig huis ergens in Den Haag. Laten we eens kijken. Zitten jullie lekker of willen jullie wat glaasje limonade? Nee mama, limonade is ongezond. Doe mij maar een glaasje water. Vertel eens hoe het op school was. We hadden een stelling geleerd over Yusuf. Ja, dat was wiskunde. Hartstikke goed. Dadelijk zal mama voor je voorlezen. Fijn papa, dat is goed voor onze ontwikkeling. Kijk, lekker water. Lekker gezond water. Voor het slapen gaan, lees moeder ook nog eens voor. Voorlezen! Voorlezen! Mooiste, want een witje... Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Ik wil jullie natuurlijk de privacy niet verstoren. Tuurlijk, lieve papa, mag u binnenkomen. Ik ben even nieuwsgierig hoe het voorlezen gaat. Zeven dwergen die in het huisje wonen zijn hopelijk verbaasd als ze weer thuis komen. En zo wordt het mensen thuis in het wijs. Papa, wie zijn dat? En zo ziet het dat de kinderrechten perfect geregeld zijn. Ik heb geen idee wie die mensen zijn, mijn zoon. De moeder leest voor en de vader let goed op de privacy van de kinderen. Het staat helemaal perfect op. We gaan nu terug naar de studio. Oké. Okay. Mama, wie waren dat? Ik heb er geen idee. Wow. Op de scholen is ook alles perfect. Hoi mam, meester. Gooi meegedaan. Kom maar. Ja, ga maar. Mam moet in mijn plek wijven. Iedereen behandelt elkaar met respect en zijn aardig tegen elkaar. Wow, wat heb jij een leuk strikkenjaar. Oh, dankjewel. Ik vond dat je ook leuke schoenen hebt. We gaan vandaag hele moeilijke wiskunde doen. De stelling van Yusuf. Dus V 2 keer 3 I. En daar kom je op SOS 1027. Oh, meester, ik dacht dat SOS 1028 was. Dat is een vergissing die veel kinderen maken, maar het is toch echt SOS 1027. Meester, ik snap het niet zo goed. Ik vertel het je dadelijk wel. Ja. Kinderen krijgen goed onderwijs waar ze heel slim van worden. Ik wil het hebben over de vrijheid van meningsuiting. Wat is jullie mening? Ik vind eigenlijk dat iedereen recht heeft op vrije mening. Ook als je daar andere mensen pijn mee kan doen? Dat hoort nou eenmaal bij de democratie. En waar ruimte is voor discussies over het geven van je mening. Nee, ik vind dat niet. Ik vind het wel. Zoals je ziet zijn de kinderrechten hier ook perfect geregeld. Deze meester behandelt zijn kinderen met respect. En wie bent u dan? Wie is die gast eigenlijk? Ik weet het niet. Nee. Lekker shortje Nieuw. Daar staat weer helemaal op. Kom, we gaan naar de studio. Kinderen met het talent krijgen kansen om deze vet te ontwikkelen. Hallo, appels en peren, ik bedoel dames en heren. Welkom bij deze cultureel verantwoorde theater. En kijk wie we hier hebben, Zolega Juhat met haar mooie stem. En zo een zang. Snow glows white on a mountain night. The kingdom of isolation looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Oh, wat mooi, fantastisch. Nou, dit verdient wel een mooi applaus, toch? Of danstalent aan de wereld te tonen. De kinderrechten perfect geregeld zijn. Nou, kijk eens hier. Volgens mij heeft Niels de tape vergeten. Laten we maar snel gaan bekijken. Oké. Okay. Ik hoop dat mijn papa niet komt. Ik hoop dat mijn papa niet komt. En nu ben ik er zo. Jij gaat niet meer met jongens kijken of wat in de hoop begrepen. Je hebt al even wat de hassel is. Ik
In Nederland zijn de kinderrechten goed geregeld, maar niet perfect.